bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe make-up testen. Als je mijn laatste pakketjes unboxing video hebt gezien, dan weet je het verhaal al. Ik was een week op vakantie in Spanje, in Alicante. En ja, ik denk dat jullie dan wel begrijpen dat ik ook op zoek ben gegaan naar make-up. In Spanje heb je allemaal make-up die wij hier niet hebben of gewoon niet kunnen krijgen. Of we moeten een onmogelijk bedrag betalen aan douane, dus oftewel we kunnen het gewoon niet krijgen. En daar heb je gewoon al die brands gewoon in de schappen staan bij Sephora. Wij hebben hier helaas geen Sephora. Volgens mij hebben wij wel ooit een Sephora gehad, echt jaren terug, maar is die weggegaan. Ik hoop dat die terugkomt, maar in ieder geval, van nou hebben we het niet. Dus ik ben daar op zoek gegaan naar alle brands die wij hier niet kunnen kopen en heb daar wat make-up ingeslagen. Ik heb het allemaal hier. Ik had het ook laten zien in die unboxing video. Want daar heb ik alles unboxed. Ik ben op zoek gegaan naar dus echt gewoon brands die wij hier niet hebben. Maar ik ben ook op zoek gegaan naar gewoon producten van brands die wij hier misschien wel hebben. Maar waarvan we misschien een aantal producten niet hebben. Ondanks dat we de brand hier wel hebben. Dus ook die heb ik ingeslagen. Dus dit is een Sephora make-up video. Maar er zit ook make-up bij die ik in andere winkels heb gehaald. Maar die producten zijn hier, zover ik weet, ook niet. Dus ik ben heel erg benieuwd naar alle make-up. Er zitten ook een aantal producten bij waarvan ik al jaren online hoor dat ze geweldig zijn. Maar ik kon ze gewoon niet halen en dan heb ik ze eindelijk en kan ik ze ook proberen. Dus ik ben er heel enthousiast over. Helaas was de Sephora daar niet echt super groot. Hij was best wel klein, dus ze hadden niet super veel, maar ja, ik ben al blij dat ik kon halen wat ik nou heb gehaald. Ik moet wel even vertellen, het is niet genoeg per se voor echt een full face. Het is wel een heleboel make-up, maar niet genoeg voor echt een full face. Dus wat ik niet heb, vul ik gewoon aan met make-up die ik al heb. Nou, laten we gewoon snel gaan beginnen. Oké, ik ga beginnen met de ogen. Voor de ogen heb ik een paletje van de Sephora brand. Hun hebben ook gewoon een brand. En dit paletje is super mooi. Ik zag bij de Sephora brand niet heel veel producten waarvan ik dacht wauw. Maar ik had dit paletje geswatcht. Ze hadden volgens mij twee varianten ervan. En ik had hem geswatcht. En echt die de glanzende kleuren waren echt wauwie. Ze swatchten echt prachtig op mijn hand. Dus ik dacht ik ga dit paletje halen. Super cute kleurtjes. Allemaal zo ja, een beetje herfstachtig. Dit is de verpakking. Hij is niet super groot. Hij is handig voor to go. Ik vind het echt een perfecte grootte. Een heel mooi paletje. En hierin zitten dan de kleuren. En zoals je hier ziet, ze hebben ook een soort van primer of zo. Heel apart. Base. Eye Primer Base. Het is gewoon wel een poeder. Maar ja, je kunt je dan misschien eerst opdoen voordat je ingaat met de andere kleuren. Ja, het is niet een heel spectaculair paletje. Maar ik kan hier wel een heel cute lookje mee maken. Dus dat gaan we doen. We gaan even inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met primer. En hiervoor gebruik ik mijn MAC Soft Ochre. En dan puur en alleen omdat het in dit paletje zit, pak ik de witte kleur en die breng ik aan over mijn hele base. Dan ga ik in met de lichte kleur, die heet Ground, die is gewoon mat. En die kleur breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Ik weet niet waarom, maar hier blenden die fijn en hier blenden die niet fijn. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik ben een positief mens. Dus ik ga er gewoon vanuit dat deze kant klopt en hij gewoon fijn blendt. Oké, dan ga ik gelijk gewoon bam in met de groene matte kleur, die heet Seeds. Ik gebruik gewoon nog de grote fluffy kwast en ook deze kleur breng ik dan rustig aan in mijn arcadeboog om het een beetje groen te maken. Of ja, niet een beetje groen, ik maak het heel groen. Ik pak heel even een iets kleinere fluffy kwast, want ik vind hem toch iets te fluffy, waardoor de groene kleur te verspreid wordt. Oké, nou dat kostte me even wat werk. Het kostte me best wel vaak aanbrengen om het echt groen te maken. En ik heb echt gedept en ook geblend. Dus allebei. Maar uiteindelijk is het gewoon gelukt. Dan pak ik ook een beetje van de hele donkerbruine matte kleur. Die heet Rustic. En die breng ik ook nog een heel klein beetje aan. Dit doe ik met een hele kleine fluffy kwast. Want dit hoeft niet al te veel. Gewoon een klein beetje om het gewoon een beetje donkerder te maken. Ik had het echt geweldig gevonden als die kleur gewoon zwart was geweest. Er is by the way superveel poeder zoals je kunt zien. Niet dat er maar iets boeit, maar oké. Van die kleur komt ook niet echt heel veel af, maar oké. We gaan gewoon verder. Ik ga een halve cut crease maken. Oké, ik heb de cut crease een beetje zo in een hoekje gedaan. In een driehoekje en helemaal omlaag, want dat vond ik wel mooi. Nou wil ik ingaan met goud. Die heet Element. Die is heel mooi glanzend goud. Er is nog allemaal groen op. Die swatcht echt geweldig. Ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus.
Oh, wauw. Kijk dan hoe mooi, jongens. Ik denk dat je het ook gewoon met je vinger kunt aanbrengen. Ja, dat kan basically gewoon altijd. En dat het dan nog heftiger wordt. Maar jullie weten, ik hou daar niet van. En hij is echt al super heftig gewoon met een kwast. Wauw. Kijk, dit is wat ik wil, mensen. En wat ik dan wil doen, ik hoop dat er genoeg afkomt. Maar ik pak weer deze kleur hier in de hoek. Rustic. En ik maak die denk ik ook een beetje nat met MAC Fix Plus. En daarmee wil ik gewoon zo een smudgy lijn maken ofzo. Ik hoop dat wanneer ik mijn kwast een beetje nat maak, dat er dan wat meer pigment vanaf komt. En ik wil zo een smudgy, smoky look maken zo hier in de hoek. Oh, helaas is het niet zwart, dan was het echt perfect geweest. Oh, nou dit gaat in principe prima. Oké, dan wil ik het hier ook nog een beetje zwart maken. Daarvoor heb ik niks nieuws. Dus ik gebruik gewoon even mijn Benefit pen in het zwart. En dit druk ik gewoon zo hierin. Over de hele wimperrand. Zo, en dan pak ik weer deze kleur hier. En die smudge ik ook weer zo op die rand. Oké, er is wel een beetje fallout. Zoals je kunt zien, dat ga ik helemaal weghalen. Dan ga ik ook een beetje mascara doen en wimpertjes. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik ben weer terug. Deze zijn van de AliExpress. Ik weet alleen niet meer welke het zijn, want ik bestel altijd zoveel dat ik echt geen idee meer heb welke ik nou opdoe. Oké, ik ga nu beginnen aan het gezicht. Ik ga mijn gezicht primen. En dit is een van de producten waar ik echt het meest enthousiast over ben. Dit is van de brand Milk Makeup. En hier heb ik zoveel goede verhalen over gehoord. Alleen is die hier niet te koop. Het is wel een beetje duur. En dit is de Grip Primer of zoiets. En die schijnt super goed te zijn. Dus toen ik het daar zag, ik dacht echt, dit moet ik hebben. Dit is de verpakking. Lekker groot. Hij is zo raar groenachtig. En deze schijnt zo goed te zijn. Ik zie het altijd in video's en zo. Dus ik dacht, deze wil ik proberen. Dus ik ga hiermee mijn gezicht primen. Het is een beetje een gelachtig iets. En kennelijk plakt hij heel goed en ja, al dat soort gedoe. Het voelt een beetje aan als slakkenslijm, maar dan nog plakkeriger. Het is echt inderdaad super plakkerig. Dat hoorde ik ook altijd in video's. En dat is het ook echt. Kijk dit. Kunnen we dit zien? Oké, nou top. Die bracht gewoon prima aan. Ik heb geen andere fondue. Ja, ik heb die wel gehaald. Maar die is gewoon hier te koop. Alleen die kleur kon ik niet vinden. Soft bronze. Alleen ik ben nou een beetje bruiner. Dus voor nou is die denk ik weer te licht voor mij. Dus ik gebruik gewoon eentje die ik al heb. Ik gebruik mijn Conceal and Define. Oké, dan concealer. En dit is het nummer 1 product die ik graag wilde hebben. En dat is Tarte Shape Tape. Iedereen die een beetje verstand heeft van make-up, die kent dit. En dit schijnt echt de beste concealer ever te zijn. Kijk hoe mooi die is. En ik kon die gewoon nooit halen, omdat deze hele brand hier gewoon niet is. En nou kon ik hem eindelijk halen en ik dacht, ja, deze moet ik hebben. Dus ik ben super benieuwd. Ik heb super hoge verwachtingen, want iedereen vindt hem echt geweldig. En ze zeggen echt letterlijk dat het echt de nummer 1 beste concealer is. En van de nummer 1 beste concealer verwacht ik veel. Dus ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit dat ik hem ook wel goed ga vinden. Dit is de grote applicator. En dan weer inblenden met mijn beauty blender. Dit is inderdaad echt een van de mooiste concealers die ik ooit heb gezien. Ik ben ook echt helemaal impressed. Super mooi. Hij schijnt ook lang goed te blijven op mijn gezicht. Ja, dat weet ik dan nog niet. Maar voor nu vind ik hem echt prachtig, jongens. By the way, als ik vandaag een brand noem die hier niet te koop is, maar jij weet wel een plek waar die gewoon hier is, let us know. Want zover ik weet is al deze make-up van vandaag hier niet te koop. Oké, ik ga even snel poeder aanbrengen met mijn Huda Beauty poeder in de kleur Pound Cake. Oké, dan ga ik ook poeder contouren. Als je mij al een tijd volgt, weet je dat ik letterlijk al 3 jaar of zo contour met het NYX Contour paletje. En daar echt bijna nooit van afwijk. Dus het werd tijd dat ik een keer iets anders probeerde. Dus daar heb ik ook een contour paletje gevonden van Kat Von D in de kleur Deep. De lichte kleur was best wel licht, dus ik ben gewoon gegaan voor Deep. Ik wilde graag het grote paletje hebben, alleen die hadden ze niet. Dus ben ik gewoon gegaan voor klein.
De verpakking is echt heel gothic-achtig, maar wel heel mooi en sleek. Hij is zo mat en dit glanst zo erop. Het is zo 3D zoals je kunt zien. Dat vind ik wel mooi. En dit is dan het paletje met een contourkleur en een lichte kleur. Deze lichte kleur die ga ik niet gebruiken. Mij gaat het echt vooral om de contourkleur. En je hebt ook een handige spiegel. Dat vind ik wel fijn. Dus ik ga even hiermee contouren. Ik heb hem alleen maar één keer geswatcht. Alle make-up vandaag heb ik nog nooit gebruikt. Nou, ik heb hier gecontourd en hier bij mijn jukbeenderen. Ik heb niet te veel aangebracht. Ik ben echt ingegaan met een hele lichte hand. Want ik wist niet hoeveel pigmenten vanaf zou komen. Dus ik wilde niet gelijk helemaal hem gaan. De kleur is echt perfect. Godzijdank ben ik gegaan voor diep. Dus ja, mocht je mijn huidskleur hebben, pak dan diep. Hij blendt echt geweldig. Hij brengt goed gepigmenteerd aan. En ja, hij is gewoon helemaal top. Gewoon helemaal een perfecte contour. Dus je gaat deze of dan ook vaker zien in mijn video's. Even kijken, dan ga ik nog een pressed poeder aanbrengen hier zo, want dat doe ik altijd. Daarvoor heb ik niks nieuws. Ik pak gewoon weer mijn Benefit poeder in de kleur 2. En dan een beetje MAC Fix Plus. Oh, by the way, ik vergeet helemaal, want ik was helemaal enthousiast over mijn concealer. Ik heb ook een andere gehaald. Die is hier zover. Ik weet ook niet te koop. Als die hier wel is, let me know. Maar deze heb ik ook gehaald in de kleur 18, dus deze wil ik ook nog gaan proberen. Maar ja, voor vandaag heb ik deze geprobeerd. Dat was ik echt helemaal vergeten. Ik ga even mijn ogen afmaken. Ik breng ook een beetje van die groene matte kleur aan. Hier op mijn onderste wimperrand. En dan pak ik ook weer van deze bruine kleur hier. En ook die breng ik een beetje zo hier aan. Om het iets donkerder te maken. En dan wil ik ook nog mijn waterlijn zwart maken met mijn Huda Beauty pen. En dan ook mijn onderste wimpers. Ik doe eerst primer en dan een normale mascara. Ik heb die primer echt net nieuw en ik heb het gevoel dat hij wel echt werkt. Hij maakt ze echt iets voller ofzo, dus I like it tot nu toe. Maar ik heb hem nou pas één keer gebruikt. Nou mensen, die primer heeft echt nut. Kijk mijn wimpers hieronder, hoe lang kiek ze gaan joh. Wauw, die is gewoon, by the way, gewoon hier te koop. Deze is gewoon te koop bij de Kruidvat. Oh wauw, nou die ga ik voortaan echt elke keer gebruiken. Heb ik een bronzer? Ik heb geen bronzer, dus ik gebruik even mijn Benefit bronzer, karamel bronzer. Ik heb wel een blush die hier volgens mij niet te koop is. Maar ik twijfel een beetje met I'm Not Sure. En dat is deze blush. De brand is hier wel. Maar echt, ik heb het echt specifiek over die blush. Ik vind het echt een prachtige kleur. Het is dus echt zo'n mooie peachy kleur. Daar hou ik altijd echt extreem van. Oeh, hij ruikt heerlijk. Hij ruikt echt naar een peach. I love it. En de kleur is ook prachtig jongens. Nothing too much. Oké, mensen, het gaat goed. Ik zeg echt super vaak mensen in mijn video. En er was dus iemand die zich daaraan stoort. Like, hoezo is het een issue dat ik zeg mensen in mijn video? Zij vond het dus super irritant dat ik het woord mensen zeg. Het is maar waar je aan stoort in life. Ik had in mijn hoofd dat ik ook een glow had gekocht, maar kennelijk niet. Dus ik gebruik er weer eentje die ik al heb. En dat is mijn Butter Highlighter van Physicians Formula. Deze is echt geweldig en gebruik ik echt super vaak. Oké, dan als laatste de lippen. Voor de lippen heb ik een heleboel. Ik heb hier een set van ABH met 4 lipsticks. Super mooi. Dit zijn de kleuren. Een beetje 4 van die nude kleurtjes. Ik was onderweg om te betalen en ik had dit gezien en ik dacht... Oeh, alles valt. En ik dacht, dit moet ik hebben. Ze zijn wel alle 4 klein, maar ja, dat maakt niet uit. Ik vind ze op zich nog best wel groot. Dit zijn ze. Hele mooie witte verpakking. Ik zal even alle kleuren swatchen. Het zijn echt 2 matte kleuren. Maar ook 2 een beetje glanzende, glitterige kleurtjes. Kijk, 4 prachtige nude kleuren. De onderste 2 zijn glitterig. En de andere 2 zijn mat. Ik vind vooral de matte echt prachtig. Oké, dus dat zijn lipsticks die ik daar heb gehaald. Maar deze brand is hier wel gewoon te koop. Dus
Dat was niet heel spectaculair. Ik had ze gewoon gehaald omdat ik ze daar gewoon zag staan en het was niet heel duur. Wat hier niet te kopen is, is weer Kat Von D, hun matte liquid lipsticks. Ik had het ook in mijn unboxing video verteld, maar de brand Kat Von D is van de vrouw Kat Von D, dat is haar naam. Maar zij is weggestapt van haar brand, dus deze brand is niet meer van haar. Het is niet meer haar bedrijf. Dit is de matte liquid lipstick in de kleur Lolita. En die was echt super populair. Iedereen had het echt over die kleur. En het scheen echt een prachtige kleur te zijn. Ik vind het ook echt een prachtige kleur. Alleen ja, de brand is hier niet te koop. Dit is de kleur. Heel mooi. Ook een beetje nude, maar niet echt heel licht. Echt prachtig. Dus deze heb ik gehaald voor de lippen. En als laatste heb ik ook... Ik ben iets vergeten te gebruiken. Nee. Mensen, ik had hier een contourstick van Fenty in de kleur Truffle. Oh, zo zonde. Ik had die echt willen gebruiken. Nou ja, ik ga hem wel gewoon laten zien. En ik ga hem vast nog gebruiken in andere video's. Dus abonneer vooral. Dit is de stick en het is zo'n bruinige kleur. Ze hebben echt super veel van dit soort sticks in heel veel verschillende kleuren. Oh, ik baal nou echt hè, dat ik die gewoon ben vergeten. Oh my god. Nou ja, in ieder geval, ook weer voor de lippen, heb ik ook de Fenty Gloss in de kleur Sweet Mouth. Een hele prachtige nude licht roze-achtige gloss. Die zijn ook echt super populair. Ik ga hem ook even zo swatchen op mijn hand. Niet dat je een gloss echt kunt swatchen, maar oké. Okay. Kijk, hieronder is hij. Een hele mooie lichte kleur. Ik ben nou aan het bedenken wat ik dan nou op mijn lippen ga doen. Wat matcht nou het beste met de ogen? Ik denk toch wel een beetje een nude kleur. Ik denk dat ik sowieso de gloss gebruik. En dan even kijken. Ik wil Lolita gebruiken, maar volgens mij matcht dat echt totaal niet. Mensen, puur omdat ABH gewoon hier te koop is en het vooral vandaag gaat om brands die hier niet zijn, ga ik de Lolita gebruiken van Kat Von D. Nou, op zich kan hij wel matchen. Het is gewoon een mooie nude kleur. Ik vind de kleur prachtig. Hij bracht ook super fijn en dun aan en heel veel pigment. I love it. Ja, ik ben een fan. Ik ga er overheen met de Fenty Gloss gewoon puur omdat ik hem wil gebruiken. Maar hij moet wel eerst eventjes opdrogen. Fun fact. Ik heb dus voor één product op de Kat Von D PR gestaan. Ze hadden mij hun foundations gestuurd. Die waren toen nieuw. En toen had ik een bericht van hun gehad of ik ze ook wilde. En ik was helemaal blij. Ik dacht het, oh mijn god. Ik raak gewoon PR van Kat Von D. Voor de rest heb ik verder niks gehad van hun. Alleen die. En alle drie de kleuren waren te donker voor mij. Maar ja, yeah, whatever. Nou ga ik er overheen met de gloss. De gloss maakt het weer iets meer nude. Dat is wel fijn. Ik vind hem toch mat. Vind ik hem beter staan. Maar ja, ik wilde gewoon per se de gloss gebruiken. De gloss ruikt super lekker en brengt ook fijn aan. Dit is de tweede keer dat ik hem gebruik. En ik vind hem echt top. Dus dit is dan de look voor nu. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de hele video met alle make-up van Spanje. Ik ben met bijna alles blij. Het enige wat ik iets minder vond is dit paletje van Sephora. Ondanks dat ik de glanzende kleur echt geweldig vind. Ik zie niet heel vaak een glanzende kleur die zo prachtig is. De matte kleuren kosten mij te veel tijd, te veel effort. Als je de tijd hebt en je hebt zin om er gewoon heel lang over te moeten doen, dan kun je een hele prachtige look creëren. Ik vind het look prachtig, maar omdat het mij zoveel effort kostte, zie ik mij niet heel snel nog naar dit paletje grijpen. Lolita lipstick, prachtig. Brengt dun aan, brengt niet droog aan. Hij is helemaal mat, maar niet droog. En I love the kleur. De Fenty Gloss, ook zeker de hype waard. Hij ruikt heerlijk, hij plakt niet. Kijk. Totaal niet. Hij brengt gewoon helemaal geweldig aan. Hij brengt ook niet zo viezig aan. Af en toe bij een gloss wordt het helemaal zo viezig. En dat heeft hij ook niet. Ik baal echt dat ik de Fenty stick niet heb kunnen gebruiken. De ABH lipsticks. Ook alle vier mooi. Ja, ik heb ze niet opgedaan, maar het is een lipstick.
Die ga ik ook nog wel gebruiken in video's. Ik ben extreem blij met mijn Kat Von D contourpoeder. Oh my god. Deze is echt prachtig. En hij blendt ook zo makkelijk uit. Jullie gaan niet begrijpen hoe makkelijk het was. Dus hier ben ik ook heel happy mee. De concealer. Wauw. Stelt absoluut niet teleur. Kijk even hier. Kunnen we zien hoe smooth het is? De andere concealer moet ik nog gaan proberen in een video. En de primer, ik vond hem ook echt super fijn. Hij plakte heel goed, maar het was niet zo'n vies plakkerig gevoel. Maar gewoon zo'n goede plakkerig gevoel, als je begrijpt wat ik bedoel. Alles bracht ook gewoon fijn aan erop, dus deze ga ik ook nog vaker gebruiken. Ik moet hem nog wel een aantal keer gebruiken om echt to know for sure of ik hem echt goed vind. Maar voor nu, geweldig. En de blush, ook heel mooi. Echt een prachtige kleur. Hij brengt niet heel veel aan, dus als je echt houdt van een hele heftige blush, dan vind je hem misschien niet zo geschikt. Maar ik vind de kleur echt prachtig. Dit is echt een mooie everyday blush die echt matcht met elke make-up look. Dus ja, dat is wat ik vind van alles. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Ik heb er ook echt super lang over gedaan, ook vooral door dit paletje. Let me know wat je vindt van alle make-up en van de look. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan zien, kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!